Dit is een eigenbouw 2 meter power amplifier. Niet door mijzelf gebouwd. En hier zit een eindtoor in, een SD1428. Die kan 45 watt power out leveren bij een maximum power in van 11,3 watt. Ja, 11,3 watt maximaal en een power out van 45 watt. Transistor is een 500.6LFL package. Ik zal dadelijk even de camera erop zetten om dat van binnen even te bekijken. Ik had al een beetje getest met de power output. Ik had een portofoontje eraan van 4,5 watt. En ik had ook een SWR op de uitgang. Nee, op de ingang, maar ook op de uitgang. En op de ingang had ik toch een hele slechte SWR. En dat kwam omdat, omdat hier op deze BNC connector, dat is de uitgang, een hele hoop rommel was toegevoegd. Geloof het niet, maar er zat een regelbare weerstand overheen, een weerstand en ja, wat nog een diode die dan weer deze meter aanstuurde blijkbaar, maar dat was op een ja, maar niet al te technisch verantwoorde manier gebeurd. Daarom stond er een hoge SWR en nou, dat heb ik er allemaal uitgehaald. Ik heb er een nieuwe BNC connector opgezet en dan ook de zaak weer helemaal opnieuw gesoldeerd. Dus dat, dat ziet daar ook weer netjes uit. En dit is wat eruit is gekomen. Een potmeter met een C'tje eraan, nog een weerstand met, ja, wat is dat? Volgens mij is het, ja, dit is een diode zie ik. En, ja, nog een klein C'tje. En ja, deze BNC connector heb ik ook eruit gehaald, was ook niks. Dus je gelooft het niet, maar wat de mensen aan elkaar prutsen, wat niet deugt. In ieder geval al die rommel eruit. Ja. Even de zaak aan elkaar in elkaar gezet zoals het zou moeten. Ik ga eerst even, want ik heb een meetopstelling gemaakt met mijn meetzender. En die meetzender die staat op 145 MHz met 0 dBm aan vermogen. Dat is dus 1 milliwatt. En die gaat dus in deze ingang naar binnen via het coax relais gaat hij daar gaat hij naar het naar de uitgang die nou helemaal mooi in orde is. Aan de uitgang daar zit mijn spectrum analyzer. En ik wil eens even gaan kijken wat ik aan verlies heb. En dat is dan het verlies als de eindtrap niet werkt, dus als die in ontvangst staat. En
Ja, het fluctueert een beetje. We zien hier, dit zou dus, ik heb een piekmarker, even kijken. Ja, piekmarker. Je ziet hier de piekmarker, nummer, die is gemerkt met nummer 1, de marker 1, 145 MHz. En ik heb min 0,4, zeg maar, 0,4 dBm. En dat zou dus eigenlijk 0 dBm moeten zijn. Dus ik verlies aan signaal 0,4 dB. Ik kan dat ook even bezien in, even kijken, ik kan dat ook even, in plaats van dBm's kan ik watts laten meten. En dat zien we nou hier. Het moet 1 milliwatt zijn en ik heb, ja, wat is het, 900, ja, 910, het gaat een beetje op en neer, 920 microwatt. Dus ik heb eigenlijk een verlies van, ik verlies 100, ja, zeg maar even afgerond 100 microwatt verlies ik aan signaal. Dat is 10, dat is even 10% als ik dat, als dat even grof afrond. Het is 910, het zou 90, dus het zou dan iets minder als 10% zijn. Dus 10% van mijn van mijn ontvangsignaal raak ik kwijt in mijn lijn van mijn opstelling. Dan moet ik wel zeggen, ik heb in mijn lijn, heb ik even kijken, 1 twee, drie connectors zitten en twee verloopstukken. En daar zit natuurlijk ook verlies in. Dus ja, dat zou je natuurlijk ook mee moeten nemen in de meting. Ja, ik wil nou even gaan kijken wat hij met het vermogen doet. Ik zal eens even de cameraopstelling zo maken dat ook even binnengekeken kan worden in het apparaat. Nou, we zitten hier nou even binnen in het apparaat te kijken. En ja, je ziet hier de eindtransistor zitten. En nou, het signaal komt hier binnen en hier loopt het, of hier gaat het weer uit. En ze hebben hier, en het staat ook op het doosje, een low-pass-filter ertussen gezet. En dat gaat dan weer via het coax-relais, schakelt die de hele eindtrap ook weer naar de uitgang. Ik weet niet of dit een of die primplaat ook eigen bouw is. Ik zou het niet durven te zeggen. Ik wil dadelijk ook even zien als ik hem in een testopstelling maak met de portofoon eraan. En dan moet ik eerst natuurlijk mijn alles omzetten. Want die spectrum analyzer, die kan maar ontzettend weinig vermogen hebben. Dus die is, als dat niet goed gaat, onmiddellijk caduc. Dus ik zet dadelijk even alles om. En dan kunnen we dat eens even kijken op vermogen. De manier van bouwen, ja, dat is niet mijn... Niet mijn stijl, met al dat spaghetti erin. Dus ja.
Nou goed, dit is in ieder geval het draadje wat met die losse onderdelen daar aangezeten heeft. Dus dat is nou los, dus ik heb nou dus even ervoor gezorgd met het in orde maken tot die meter niet meer werkt. Dan moet ik even kijken wat ik daarmee doe. Ik zal eens even de zaak omzetten. Nou, ik heb de opstelling gemaakt. Ik heb een portefoontje eraan hangen. Die gaat via de SVA-meter gaat die naar de ingang. En hier bij de uitgang gaat die via deze SVA-meter, de digitale SVA-meter, naar een dummy load. Ik heb even gekeken met de portofoon rechtstreeks aan deze meter. Dan kom ik uit op 4,4 watt, wat het portootje maakt. En nou ga ik eerst even kijken wat die doet als ik de zender inschakel, het portofoontje inschakel. Ik meet, kijk of ik dat beter krijg. Ik meet inderdaad iets over de 4 watt. Dus dat is de ingang wat ik nou meet. SVR is prima. En nou meet ik op de uitgang. Dat is dus naar de dummy load, 3,2 watt. Dus dat is toch 1,2 watt minder. Als wat ik meet als ik hem rechtstreeks eraan hang. Maar ik heb natuurlijk wel een aantal verloopstukken ertussen. Nu. Ik heb op een bordje portefoontje al twee verloopstukken en een connector zitten. En ja. En ook aan de in- en uitgang twee verloopstukken. Dus het is natuurlijk niet helemaal ideaal. Maar ik meet aan beide kanten een fatsoenlijke SVR. Wel iets over de 4 watt wat aan de ingang staat met een goede SVR. En daar ja, 3,2, 3,3 zal ook wel iets op en neer gaan. Ik schakel nou de PA even in. Zo. Nou staat hij ingeschakeld. En dan gaan we even kijken. Nou, ik pak eerst even de ingang. Wat de ingang doet als hij aanstaat. Even kijken, dan staat hij uit. Nou staat hij in.
Daar zit een heel klein beetje in. Dat als die in zat, dat die een heel klein beetje minder wordt. Maar dat is echt... dat is maar echt heel weinig. En dan ga ik even naar de uitgang kijken. Wat die doet. En dat is... 33... 34 watt. Wat er uitkomt bij 4 watt in. Dus hij heeft niet zijn volledige insturing. Dus als het goed is, volgens de specificaties mag er 11,3 watt in. Dus ik denk als je er 10 wattjes in duwt, dat die 45 watt wel eruit komt. Dus de PA werkt. Voor lokaal verkeer is dat prima. Ja, moet dus alleen even gaan bezien wat ik doe. Om deze meter aan de praat te krijgen. Dat je in ieder geval enigszins kunt aflezen wat het vermogen is wat er om en daarbij uitkomt. Zo, ik kan nog even kijken naar de harmonische van de PA. En ik heb in principe dezelfde meetopstelling als voorheen. Alleen heb ik nou aan de dummy load, daar heb ik een 40 dB damping aansluiting. En die aansluiting die gaat met de kabel gaat naar de spectrum analyzer die ik ingeschakeld heb. En ja, we kunnen nou even gaan bekijken of er wat rommel uit het apparaat komt. Ik zal eerst even de analyzer instellen. Ik heb de portofoon op 145 MHz staan. Dus die zet ik al op 145 MHz. Dat is de center frequentie. De span die zet ik op 50 kHz. Oké. Nou zal ik even de zender kiezen. Ja, dit is het signaal. Ik zal hem even een beetje corrigeren. Zo. Even een piekmarker. En we zien dat de portofoon niet helemaal op frequentie staat, want het zou 145 MHz moeten zijn. En die staat, wat is het, 170 Hz naast de frequentie, onder de 145. Dus niet zo interessant. We hebben een meting van om en bij de 2 dBm, fluctueert wat. We moeten natuurlijk de 40 dB moeten we daar bijtellen. Zitten we om en bij de 42, 43 dBm. Oké, dan gaan we naar de eerste harmonische. Dat is 290 MHz. 290 MHz. En nou doen we ook weer de zender inschakelen. De portofoon begint iets leeg te worden. De batterij begint iets leger te worden. Ik heb maar twee. Ja, goed. Het zakt wat naar onder. Niet zo interessant. Ik weet in ieder geval niets. Maar we moeten natuurlijk in oogenschouw nemen dat ik 40 dB damping aan de ingang heb hangen. Dus dat kan een vertekend beeld opgeven. Dus ik zal zo de preamp inschakelen. En dan kijken we of het signaal toch nog
boven water krijgen. Ik zal eerst even kijken op de tweede harmonische. Dat is 435 MHz. 435 MHz. Daar zie ik met die 40 dB demping in ieder geval ook helemaal niets. Nou ga ik toch even mijn preamp inschakelen. Even kijken. Mijn preamp. Die kan ik nou niet inschakelen. Waarom niet? Ja, dan moet ik eerst even de input attenuation op manueel zetten. En dan kan ik de preamp inschakelen. En nou gaan we even kijken. En daar is het signaal. Daar is het signaal. Even een piekmarker. En die heeft een meting van om en nabij de min 56 dBm. En dan moet je natuurlijk nog die 40 dB aan demping ook nog eraf halen. Dus dat is zo. Ja. Dat is een heel klein signaal. Dus dat is prima. Dan ga ik nog even terug naar die 290 MHz. Even kijken, frequentie 290 MHz. En daar is het signaal iets meer. Even kijken. Ja, dan meet ik min 38 dBm. Min die 40. Ja, dat is ruim schoots binnen de aanvaardbare ja, dat is prima te noemen. Dan ga ik even naar de grondfrequentie 145 MHz. Dan schakel ik de preamp even uit, want dat hebben we natuurlijk nou niet nodig meer. Preamp on, die staat nou uit. Even zo, piekmarker. Dat is dan het originele signaal. Je ziet als ik het signaal moduleer, tot ook dan de bandbreedte wordt beïnvloed. Het is FM, hè? Dus, prima.